In dit praktijkvoorbeeld leer je vormen selecteren en verplaatsen. Klik op het wolkje. Het is nu geselecteerd. Sleep het wolkje naar een andere plaats op de dia. Het wolkje blijft geselecteerd. Druk op de pijltjes toetsen op het klavier om het wolkje te verplaatsen. Plaats de muisaanwijzer zo op het wolkje dat de muisaanwijzer de vorm van een vierpuntige pijl krijgt. Het wolkje blijft geselecteerd. Klik terwijl je de Shift-toets ingedrukt houdt één voor één op de andere vormen. Ze worden één voor één toegevoegd aan de selectie. Laat de Shift-toets los. De selectie blijft. Plaats de muisaanwijzer zo op de geselecteerde vormen dat de muisaanwijzer de vorm van een vierpuntige pijl krijgt. Sleep de selectie naar een andere plaats op de dia. Klik naast de selectie op een lege plaats op de dia. Selecteer de smiley. Sleep met de shift-toets ingedrukt de vorm in verschillende richtingen. Je merkt dat je alleen horizontaal of verticaal kan slepen. Laat de shift-toets los. Sleep nu met de control-toets ingedrukt de vorm naar een andere plaats op de dia. Je krijgt nu een kopie. De vorm blijft geselecteerd.